7 before eventbranche, slaan de handen in één. We zijn op kantoor in Amstelveen. Wat is 7 before? Wat doen jullie en waar zijn jullie heel goed in? Wij bemiddelen eventpersoneel en dan moet je denken aan freelancers. Dus freelance bemiddeling, vaste banen, werving en selectie. HR-diensten, dus als bedrijven zeggen van nou wij hebben zelf de capaciteit niet om een HR-dienst te doen, doen wij dat ook. En jong talent, aanstormend talent bemiddelen wij. Nou, ik denk dat wij de enige zijn die echt alleen maar binnen de eventbranche werkzaam zijn. En wij kennen de vraag van de klant ook gewoon heel goed. We begrijpen, de vraag van de klant goed. Dus we zijn zelf als achtergrond eventmanagers geweest. En we vragen ook altijd door gewoon van wat wil de klant eigenlijk? Wat voor specifiek opdracht is het? Wat voor werkzaamheden zijn het? Dus dat krijgen wij wel terug, dat we de klantvraag goed begrijpen. En ik denk dat we gewoon een goed netwerk binnen de branche hebben. En dan is daar opeens ook echt een samenwerking tussen eventbranche.nl en 7 before, echt op het gebied van vacatures. Wat houdt die samenwerking in? Nou, wij zijn allereerst natuurlijk hartstikke blij met de samenwerking, hartstikke leuk. En we vinden het ook wel een hele logische samenwerking, omdat het toch werkzaamheden zijn die wij eigenlijk altijd voor onze klanten doen. En wij kunnen ook voor de klanten van eventbranche denk ik een hoop extra's bieden. Ze kunnen of alleen de vacature plaatsen, dat kan natuurlijk een keus zijn, maar we kunnen ook een stuk HR-taken voor ze overnemen. Afhankelijk van wat de klant wil, kunnen wij gewoon op maat een pakket eigenlijk maken. We kunnen bijvoorbeeld alle reacties die op een vacature binnenkomen behandelen. We kunnen reageren naar die mensen. We kunnen cv's van tevoren screenen, referenties checken, gesprekken voeren. Echt afhankelijk wat de klant wil, kunnen wij denk ik gewoon een hoop HR-werkzaamheden uit handen nemen. We kunnen ook een volledig werving- en selectietraject voor klanten verzorgen. En dan kunnen we naast alle reacties die op de vacature komen, we natuurlijk ook breed binnen ons netwerk uitzetten. En we hopen dan natuurlijk tot de optimale match te komen voor de klant. Stel, ik heb een vacature, hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik ben de contactpersoon voor de klant. Dus we krijgen de vacature binnen. Ik neem gelijk contact op met de klant. Zorgen dat alles klopt. Dan zetten we vervolgens de vacature op de site, eventbranche.nl. En dan hopen we natuurlijk heel veel reacties binnen te krijgen. Die screenen we, checken we eventueel. Nou, we sturen ook even een mailtje na van het is goed ontvangen. En tijdens de hele procedure houden we ook contact met de klant. Kijken wat de status is, hoeveel reacties hebben ze gekregen. Kunnen we nog ergens anders van dienst zijn. En hopelijk krijgen ze een hele leuke, heel veel leuke sollicitanten binnen. Groot voordeel voor de klant, voor de plaatsen van de vacature, is ook het bereik van eventbranche.nl inmiddels. Via de site, via de nieuwsbrief, via de social media kanalen. Maar wat is nou het voordeel met deze samenwerking voor een sollicitant, voor een kandidaat? Nou, wij bij 7 before vinden het heel belangrijk dat we een goede persoonlijke relatie met de sollicitanten opbouwen. En we proberen daarom ook altijd een goede terugkoppeling te geven. Mochten we denken van de cv mist iets, dat we dan ook zeggen, goh, misschien kan je dit toevoegen. En we geven ook goede terugkoppeling waarom ze eventueel niet in aanmerking komen voor onze opdrachtgever. En dat maakt het dus zowel voor de opdrachtgever effectiever als ook voor die sollicitant die al in zo'n traject nog weer leert van hoe die in onze branche goed kan solliciteren. Ja, zeker. Want voor de opdrachtgever ook. Wij sturen niet zomaar iedereen door. We willen wel echt met ze eerst een telefonisch gesprek met ze voeren. En vervolgens als dat klikt, dan nodigen we ze uit. En dan kijken we echt of ze een goed profiel hebben wat aansluit op de vacature.